Ik ben Kitta en dit is mijn kleine zusje, Kittany. En wij zijn de Kitty Sisters. Vandaag gaan we een unboxing video maken. Deze komt helemaal uit Amerika. We hebben online een Finfun Mermaid Tail besteld voor ons allebei. In verschillende kleuren. Een Finfun Mermaid Tail is zeg maar dat je een monofin hebt. Die doe je aan je voeten. En dan doe je daar een pak overheen en dan kun je zo zwemmen. Ja, als een meermin. Ik heb iets van 3 weken onderweg geweest. Wij dachten eigenlijk dat het wel wat meer een weekje zouden zijn. Ja, ik kwam eerder dan verwacht. Maar hier is hij al gedeukt en de douane heeft hem zelfs opengemaakt. Maar nu is hij hier en we gaan hem openmaken. Yay. Zoals je ziet heb ik al een mes meegenomen en Kittany heeft hier een schaar. Hierachter een schaar. Want onze nicht Jamila die heeft ons geleerd dat je altijd spulletjes mee moet nemen als je een verpakking open gaat maken. En laten we beginnen. Nou, ik hou hem vast, ik snijd. Ja, jij houdt hem vast, ik snijd. Wel voorzichtig, hè? Ja, dat is goed. Ja, ja. Oh ja, ja. Oeh, hij zit vast. Hij zit nog vast. Hij zit vast. Sorry. Op blauwe binnenkant. Met Finfun erop. Ik weet niet of je het kan zien. Maar hier staat Finfun. Het logo. Deze stuk. Als we een beetje draaien, zo kun je zien, dit zijn een paar meerminnen. Ja? Ja. Als je het kan zien. Zo. Neer. En. Ja. Wow. Oh, dit is ook een echt speciaal karton hiervoor. Wow. Woehoehoe. Kijk eens. Dit zijn alle verschillende meerminpakjes, zeg maar. Oh, cool. Wow. Dat zijn de mascottes. Ja, soort van. Woehoehoe. Oh jee. Wow. Precies zo, hè? Oké. Okay. Precies zo. Oké. Er zit veel in. Er zit heel veel in. Dit zijn 2. Oh, ik pak er even eentje. Dit noemen ze de monofin. Dit is zeg maar de vin die je aan je voeten doet. Hij is best wel groot. Hij is echt groot. Oh. Ik weet niet of je het kan zien. Maar hij staat op Made in the USA. Ja? Kijk, leuk. De pakjes die zitten in een speciaal zakje. Heel mooi. Ik ga hem ook maken. Echt heel mooi. Echt heel mooi. Ik heb naar deze dingen. Ik heb het nou weer. Ja, oh, deze is lang. Yo. Cool. Dit ding is lang. Dit ding is echt heel lang. Oké, nu weer. Ja, deze is die van mij. Oh, er zit een sticker bij. Er zit een sticker bij. Yay. We hebben nog meer besteld bij je blauwe pakje. En bijvoorbeeld deze. Even kijken wat het is. Ja. Er zit een liedje op. Volgens mij is het een bikini dingetje. Oh god. Nou, jullie kunnen al zien dat dit niet gaat passen. Zullen we het even laten zien? Ja, dit is een beetje... een beetje te groot, denk ik. Ja. Denk het ook. Misschien moeten we maar een kleinere maat bestellen. Ergens. Ja. Even kijken, dan heb ik er nog eentje. Dan is dit waarschijnlijk een broekje. Ik hoop dat die niet te klein is. Ik bedoel te groot. Of te klein. Hij is waarschijnlijk te groot, maar... Even kijken. Ik
denk dat die ook een beetje te groot is. Ja, die is waarschijnlijk ook te groot. Zulke dikke billen heb ik ook weer niet. We beginnen met dit pakje. Kijk, deze. Ik maak hem open. Zie je wel. En hier is hij dan. En dit is een topje. Wauw. Topje. Ik laat het even van dichtbij zien. Kitta die heeft een topje, ook weer met een beetje te grote, je weet wel. En nou ja, ik weet niet, nee, te groot. Ik denk dat dit de ja, volgens mij is. Ja, volgens mij is dat de staart. Dus ik maak hem open. En dit is de staart hoor. Ja. Wow. Oké, ik laat hem even mooi zien. Hij is lang. En mooi. Ja, hij is heel mooi. Hij is ook heel lang. Ik zei toch dat paars mooi is? Ja. Dit is de order. Oh ja. Ja, op de orde staat die. Ik heb de Arctic Blue. En Kittany heeft de Asian Magenta. Ik ga nu het broekje openmaken. Het broekje. Het broekje. Het broekje. Ik durf niet te kijken. Hij is een beetje groot, denk ik. Ja. Een beetje veel te groot. Ik heb geen grote billen hoor. Dit is een belediging. Heel erg. We zijn zo terug. We gaan ze ongeveer aantrekken en kijken of het enigszins goed zit. Oké, we gaan omkleden. 1, 2, 3. Tada! Nou, dit is het. Ik ben eigenlijk best wel tevreden hoe dit is uitgekomen. Mijn broekje zit gek genoeg ook heel goed. Ja, die van mij ook. Ik vind het eigenlijk, ik ben er best tevreden mee. Maar ja, het nadeel hiervan vind ik wel. Ik weet niet of dat hoort. Maar als ik mijn schouder helemaal zo doe, dan borrelt hij. Maar voor de rest ben ik heel tevreden. Ik vind het heel mooi dat ze elkaar zeg maar aanvullen. De staart en het bikini topje. Ja. Bij jou ook. We hebben de monofin nog niet aangedaan, kijk. Het is aan de onderkant open. Want we wilden dit op film zetten, hoe we die monofin aandoen. Dus daar gaan we. Dit is de monofin. Het is zeg maar echt zwempak materiaal waar plexiglas in zit, als je dat kan zien hier. Aan de onderkant is het voor een deel open. En er zitten hele kleine gaten waar je je voeten in moet stoppen. Kun je dit gaat zien? Dat passen? Misschien. Dat zullen we zien. Ja. Oh! Tada!
Oké, tip, als je dit thuis gaat doen, vraag dan of iemand je helpt. Ja, vraag dan hulp. Nee, met je alstublieft. Ja! Yes! Ziet er zo moeilijk uit, want weet je wel, eigenlijk is het gewoon Tada! Dit is het eindresultaat, dus ik ben er heel blij mee eigenlijk. Ik kan er niet mee wachten om mee te zwemmen, maar helaas hebben wij niet zo'n prachtig klimaat en dus ook geen zwembad in de achtertuin, wat je vaak op internet ziet. Maar dit gaan we wel uitproberen natuurlijk. Ik heb zwembad. Dat was het voor vandaag. We zijn hier echt verschrikkelijk blij mee. Van tevoren leek het net alsof we echt grote, je weet wel, hebben. Maar het valt allemaal mee. Dus niet schrikken als je dit zelf doet. Zoals wij. We vonden het heel leuk. En ja. Doei!